De Haagse Eline Broeren is dol op Den Haag en al haar verborgen plekjes. En deelt het dan ook heel erg graag met alle volgers van haar Instagram-account Den Haag To Go. Ik merkte dat er een gebrek was aan toffe accounts over Den Haag. Ik kom uit Den Haag en ik was altijd op zoek naar nieuwe dingen, eigenlijk nog steeds. En ja, terwijl ik aan het scrollen was op zondagochtend in mijn bed, dacht ik, er is eigenlijk niet echt een heel goed account wat ook achtergrondverhalen vertelt over bijvoorbeeld alle mooie oude gebouwen. Er zijn wel veel accounts over bijvoorbeeld leuke restaurants, maar Den Haag heeft zoveel meer. Dus ik dacht, dat moet worden vastgelegd. En in februari ben ik begonnen en dat bleek eigenlijk een schot in de roos. Inmiddels gaan we richting de 5.500 volgers in een hele korte tijd, dus dat is best wel cool. Geen Instagram, geen paniek. De blog van Den Haag To Go is bijna klaar. We zijn nu hard bezig met het bouwen van het blog. En begin september gaat het live. Dus dan kan iedereen wereldwijd kijken wat hier allemaal voor tofs te doen is. Het wordt heel interactief, want er zit een hele grote kaart in van de stad waar je dus op kunt inzoomen als je ergens bent. Van welke gave plekken zijn er volgens Den Haag To Go in de buurt. Er komt een grote evenementenkalender op. In de toekomst misschien nog een webshop, maar daar ga ik nog niet te veel over vertellen. En die toekomst voor Den Haag To Go zit er zeker in, want Eline is nog lang niet klaar met het vastleggen van alle mooie plekjes. Ik heb een hele lange lijst inmiddels, want ja, je moet ergens beginnen. En er staan nu ruim 160 posts op Instagram, maar ik heb een lijst nu en er staan geloof ik 170 dingen nog op die sowieso nog moeten. Dus dat zijn de restaurants die er al zijn, de gebouwen, parken, mooie strandtenten en de nieuwe events, die blijven komen. Dus het vult ook continu aan. Je loopt er wat dat betreft wel achteraan.